Yo, kijk, Sven hier, even heb ik een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World, onze meest favoriete game ever. We moesten deze achtbaan nog afbouwen met minimum intensiteit naar 4. En zitten dus op 8.3. Dus we gaan deze eventjes ombouwen. Naar een veel heftigere achtbaan. Dus met andere woorden, we gaan nog veel verder omhoog. Dan gaan we vanaf hier dus gewoon... knijten hard naar beneden. En uiteraard wel zonder ketting. Zo. Dan gaan we vanaf hier gewoon weer... knijten hardjes omhoog. En uiteindelijk... gaan wij hier weer stranden. En vanaf hier... een extra stuk. Heel klein stukje over zo. En dan... denk ik een paar remsystemen. Remkracht. Extreem hard. We gaan hem testen. Daar gaat hij dan, jongens. Kan ik hier even in gaan zitten? Ja, dat kan. Woehoe! There we go. Yay, gaan we weer naar de terrain heen. Alleen in Rollercoaster Tycoon World. Ik heb geen enkele andere game waar hij naar kan, behalve daar. Haalt hij dit wel? Ja, dat haalt hij! Yay! Het scheelt niet veel volgens mij. Ik denk dat ik het moeite krijg. Ik heb wel een stuk ketting liggen. Dus dit gaat wel goed. Of man, die andere heuvel überhaupt wel gaat halen. Nee, ik heb nog twijfels. Of had ik ook allemaal ketting neergelegd? Ik weet het niet eens meer. Had die ketting beweegt niet eens? Maar het lijkt me dat die gewoon beweegt. Maar het beweegt die ketting gewoon niet. We gaan naar kijken. En we gaan omhoog. Of verder, 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 verder. Bijna op het hoogtepunt. Almost there. Please wait. En dan zul je zien, achtbaan crasht. Dus ik ben echt helemaal voor me. Ik krijg wel een melding binnen van iets. Jongens, ik hou mijn mond ervoor de volgende keer. Dit gaan we gewoon net niet halen. En 3 graden wat er gebeurt. We halen het gewoon net niet. Maar het is wel een mooi teken. We kunnen kijken of de ketting überhaupt al beweegt. Ja, maar het is gewoon een 2D texture. Dit is gewoon echt een kwestie van lui. Maar, wil je nog wat leuks te vertellen? Een paar leuke grappen? Of willen jullie heel graag gewoon een slechte woordgrap horen? Italiaanse maaltijd. Nou, dat kan wel zo geregeld worden. Een Italiaanse maaltijd. Tout waar simpel. Gezond voedsel Italiaanse eten. Yummy yummy. Feed your stomachs. And the price goes really high. Okay dan, we gaan kijken of die achtbaan het gaat halen. Okay, dat is wel heel slecht Italiaans geïmiteerd.
Hey, geslaagd. Oh my god. Die shit is weer gezakt. Wat voor remkracht is dit? Is een space shuttle die afremt ofzo? Jezus Christus. Ik hoor een achtman, maar voor me zag ik alleen helemaal niks. Kijken, is het nou echt zo? Nee, leek maar zo volgens mij. Volgens mij komen er wel steeds meer mensen. Wat kopen daar verwacht? Oké, moment van de waarheid. Gaat hij het nou halen? De ja of de nee? Wat is dit voor een achtbaan? Dit hele kleine stukje doen we gewoon een remsysteem. In dat hele kleine stukje. Verlaag de frictie van de baan tot 0 tot nagenoeg 0. Kan dat serieus? Totale afstand 1100 en 18 meter. Dat is best wel lang voor een achtbaan. Maar het parkwaarde is wel lekker hoog. Dus dan kan ik wel die lening afsluiten indien nodig. Stuk voor stuk bouwen. Is hij nou geslaagd? Ja of niet? Hij is geslaagd. Intensiteit. Je hebt niet genoeg geld. Oké, ik kom serieus geld tekort. Mensen, ik zal dingen kopen. Ik heb nu echt instantly geld nodig. 1400 euro. Niet zo heel veel geld. Gaan in twee familieattracties. Nou, dat kan mensen echt geen ene worst schelen. En elke ene biet maakt het me uit. Want die 1400 euro dollar maar heb. En het geld gaat best wel goed at the moment. Ik verwacht dat ik binnen nu en 5 minuutjes zou moeten kunnen hebben. Ik heb het dus even goed lopen broeden op een goede grap. Ik wil alleen geen goede grap verzinnen, maar wel een woordgrap. Die ga ik maar niet vertellen, die is echt zo slecht. Die is niet eens de moeite waard. Hoeveel geld moet ik nog? 1400. Intreeprijs, een tientje. Kopen dan ik had verwacht. 9,5 euro. Ik hoop dat ik had verwacht. Klein beetje geld, bijna 9,5. Ik hoop dat ik had verwacht. Ook 9,5. Mensen is nu niet te duur. Oké, nou. Ook 8,9 euro. Hier hebben mensen geen mening over. Autosaving. Weet je nog wat het knapste vindt? Mijn PC maakt een gezoemeltje hoor, is serieus. Mijn processor. En het hele probleem is. Dat is letterlijk wat deze game vraagt van je processor. Dat is letterlijk wat je hoort. Dat gezuis op de achtergrond. Dan weet je dat het gewoon niet goed is. Kijk, hoeveel extra geld heb ik nog nodig? 1200.
Nee, die is alleen niet helemaal goed, denk ik. Levert 600 op. Deze. 1700. Ik werk gaan doen. Verwijderen. Openen. Gehaald. Prestatie ontgrendeld. En welke was dat? And I would... And I walk. Oké. Okay. Opstaan en stoppen. Tijd voor de volgende missie. Rustgevende. Je park wordt gebouwd. Momentje. Het is een echte Spy Fox geluidje hier. Een moment geduld alsjeblieft. Je park wordt gebouwd. Ik ga niet weer de liftmuziek zoeken. Ik wil net zeggen. Je hebt het zo goed gedaan. Met de bergen. Dus ik dacht je een andere uitdaging te geven. Het is een prachtig bos toch? Een groot deel van het bos is natuurlijk beschermd. Maar de parkdienst ziet een meerwaarde van een nabijgelegen pretpark. Ik heb ze verteld dat ik iemand ken die goed aan dit zoek zou kunnen voldoen. Let's go! Oké, wat zijn de eisen? Parkwaarde 25.000, dat is geen. Eén probleem. Eén, ontwerpen en opslaan. Ontwerp, opslaan 2. Type 8-baan. Met andere woorden, moeten dus 2 8-banen. Dus eigenlijk 3. En een stuk voor stuk gaan bouwen. Dat zou te doen moeten zijn, zou je dan zeggen. Een hele simpele 8-baan. Mag je over de parkeerplaats heen bouwen? Smeer de baan. Die gaan we zo meteen testen. Ik wil dit eigenlijk best wel graag. Kan ik deze trouwens ook opslaan ergens? Gewoon eens moeten kunnen. Waar kan ik het doen? Nou, schiet eens op slow maar 8-baan. Jezus, ik weet dat die game precies heeft mijn processor. Oké, maar hoe kan ik deze 8-baan nou opslaan? Even openen rammen. Een beetje geld van mijn rekening of zoiets was het. En dan kan ik hem opslaan of zoiets. Nee. Achtbaan bewerken, test. Trash. Achtbaan. Mag niet spaties doen. Werp opslaan. Ik heb wel meteen een achievement. My sketch. Wacht even, wat? Is die nou echt extreem? Oh, veiligheid. Oké, volgende achtbaan, attracties. Precies dezelfde. Alleen deze die gaat... precies dezelfde worden. Kijk, zo. Save. Shit, achtbaan 2. Opslaan. Minimale pretparkwaarde. Dat komt nu wel. Wacht maar. Nono muitos. Prova bedoel. Ik
komt compleet in de goede. Met die prijs. No worries. Just being happy. 7000. Zo. Ik loop zo nog wat verder omhoog. Dus ook wat extra geld allemaal. Ik weet niet, waar staat dit punt? Ik ga nog wat verder omhoog. Hier weer heel klassiek tussenuit hebben. Ja, we gaan deze hele achtbaan even weghalen. Dit hele stuk hier. Maar gewoon echt gewoon een achtbaan die ziek hoog is. PC. Waarom maak ik op dit dus voor herrie? Ik snap het niet. Ik heb het nog nooit echt begrepen. Die gaat dus te hoog. Oké dan. Zoals jullie weten. Ik heb een hele leuke autoclick op mijn computer, mijn muis zitten. Ik kan in één keer een heel groot stuk van de baan bouwen. Ik zal het weten. Het is heel goed om die kosten omhoog te jagen. Bouwen! Kijk, waar je die knop al op dit niveau kunt gebruiken. En nou is het vanaf hier dus. Snel mogelijk. Gewoon naar beneden. En die auto die achtbaan gaat lopen. En gaat gewoon weer heel mooi terug daar naartoe. Bam. Eén keer dit doe. Testram en hier uitgaat. En even stuk voor stuk gaan bouwen. Moeten we zelf open gaan. Op het park waar we vanzelf gaan stijgen, als het goed is. Zo niet, dan ben ik gewoon fucked. We gaan stuk voor stuk bouwen. Oh hier. Oké, de game is gewoon gefrozen. In ieder geval de parkwaarde heb ik ook gehaald. Moet even pauze weer zetten. Ik kan hier zetten stuk voor stuk bouwen. Oké. Trash. Zeker. En we hebben hem gehaald. Opslaan en stoppen. We gaan weer terug naar het mainscreen. In ieder geval, ik zeg, laat een like achter, niet te abonneren. En tot de volgende keer. Gaan we weer proberen om zo hard te vlammen. En tot dan.